Universiteit van Nederland. Overal om ons heen zijn sterren. Vallende sterren. Niet alleen boven in de lucht, maar ook gewoon op daken. Ja, ook die van jou. Op een gemiddeld dak als hier liggen er wel enkele tientallen, honderden, misschien wel duizenden. In deze aflevering klimmen we het dak op van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op zoek naar deze vallende sterren. Hier hebben we bijvoorbeeld al wat goed materiaal liggen. Dit ziet eruit als wat droog zand, dus dat zouden we goed kunnen verzamelen. Oké, nou laten we het gaan verzamelen. Dit is aardwetenschapper Guido Jonker en hij vond al talloze van die vallende sterren. Ik heb er al zo'n ruim 1000 gevonden op verschillende daken in Nederland. Van die vallende sterren? Ja, maar je moet je natuurlijk wel bedenken dat vallende sterren niet echt vallende sterren zijn. Oké, wacht even. Vallende sterren zijn dus geen vallende sterren? Wat het eigenlijk is, is een klein stukje steente uit de ruimte. En op het moment als dat de atmosfeer binnenvalt, dan botst het op heel veel moleculen in de lucht. En dat creëert frictie, waardoor die allereerst afremt. Maar dat creëert ook heel veel warmte. En in dat proces wordt zo'n lichtspoor gecreëerd. En dat is wat je dus aan de hemel dan ziet als een vallende ster. Maar het is in principe wat we noemen een meteoor. En dat is dus dat ruimtesteentje dat opbrandt in de atmosfeer. Dus hoe groot is de kans dat we nu een vallende ster gaan vinden op dit dak? De kans is aanwezig. Hij is niet heel groot, omdat de condities hier nu niet ideaal zijn om wat te vinden. Maar ik zeg altijd, met genoeg moeite valt er op ieder dak wel eentje te vinden. Dus daar gaan we voor. Best een kans dus dat we vandaag een vallende ster gaan vinden. En dat gewoon tussen het zand in de dakgoot. Opgeveegd met stoffer en blik. Dagelijks komt er echt enorm veel van dat ruimtestof de atmosfeer binnen. En het overgrote merendeel van die meteoren die brandt eigenlijk volledig op in de atmosfeer. Dus daar zien we niks meer terug van op aarde. Maar er is een klein deel van dat stof wat wel, in ieder geval een deel daarvan, die val door de atmosfeer overleeft. Een meteoor die niet opbrandt, maar waarvan iets overblijft, dat is een meteoriet. Meteorieten ken je misschien wel van die dashcam-video's die dan zo'n enorme vuurbal produceren. Je kan ze misschien ook zelfs wel kennen van het uitsterven van de dinosauriërs. Want dat was ook een hele grote meteoriet die toen insloeg, helemaal een krater creëerde en daarbij de dinosauriërs liet uitsterven. Maar waar ik onderzoek naar doe, dat zijn juist micrometeorieten. En het grote verschil is dat die micrometeorieten al klein zijn op het moment als ze de atmosfeer binnenkomen. Het zijn eigenlijk fijne stofdeeltjes, zo groot als een zandkorrel ongeveer. En wat ze zo interessant maakt, hun chemische samenstelling. De chemische samenstelling van zo'n micrometeoriet, dat vertelt eigenlijk uit wat voor elementen die is opgebouwd. Een micrometeoriet die bestaat voornamelijk uit de elementen magnesium, silica en zuurstof met verschillende maten van ijzer. En in mindere mate de elementen aluminium, calcium en koolstof. Die samenstelling die verklapt waar de micrometeorieten vandaan komen. Je kunt ze vergelijken met kruimels op een keukenvloer. Als je de kruimels goed bekijkt, ontdek je uit welke ingrediënten, ofwel welke chemische samenstelling ze bestaan. Die ingrediënten vertellen wetenschappers van welk gerecht ze afkomstig zijn. Een komeet, een asteroïde of misschien wel iets van nog verder weg. De meeste micrometeorieten die bestaan uit dezelfde bouwstenen als waar eigenlijk het hele zonnestelsel uit opgebouwd is. Die zijn dus afkomstig van verschillende bronnen binnen het zonnestelsel. Dat kunnen zowel asteroïden als kometen zijn. Dus de meeste zijn ouder dan de aarde en alle andere planeten zelf. En dus kunnen die mini-ruimtesteentjes ons meer leren over hoe ons eigen en andere zonnestelsels ontstaan zijn. Maar dat is niet alles. Mogelijk zorgden ze er ook voor dat er überhaupt leven is op aarde. Micrometeorieten vinden we ook soms elementen als zwavel en fosfor terug. En de eerste levensvormen die op aarde begonnen te ontstaan, die hadden die elementen ook nodig. Die waren cruciaal voor bepaalde processen die in de cellen plaatsvonden. De eerste levensvormen die konden die elementen wel uit het milieu in zich opnemen, maar die konden het nog niet recyclen en hergebruiken. Dus op het moment dat zij stierven, dan namen ze dat met zich mee de bodem in. En zo werd de voorraad op aarde dus steeds kleiner. Ja, op is op. Dus we denken dat mogelijk micrometeorieten misschien een rol gespeeld hebben in het aanleveren van die elementen. Om op die manier het leven een kans te geven om in eerste instantie te ontstaan en daarna ook zichzelf te ontwikkelen en te evolueren totdat het die elementen zelf kon gaan gebruiken. Micrometeorieten als een soort thuisbezorgd voor het eerste leven op aarde. Zo zou je het inderdaad kunnen stellen. Het is als het ware een soort voedselbron geweest voor die eerste levensvormen.
Op dit moment is dat alleen nog speculatie. Maar het idee dat micrometeorieten daar misschien zo'n belangrijke rol in gespeeld hebben, dat is fascinerend. Ik denk dus, dit is gewoon zand. Maar dat hier dus misschien waardevol materiaal tussen zit, zou ik echt niet denken. Micrometeorieten zijn dus eigenlijk een soort fossielen uit het universum. En dat ligt gewoon in je dakgoot. Dat klinkt als een jackpot, maar zo makkelijk is het helaas niet. Ja, het vinden van de micrometeorieten is wel een grote uitdaging. Want ondanks dat er misschien wel enkele tientallen op een dak liggen, is er ook enorm veel ander materiaal waar ze tussen liggen. Denk bijvoorbeeld aan zand uit de Sahara-woestijn. Maar er is ook heel veel van menselijke oorsprong. Van industrie, van het verkeer. Het is dus de uitdaging om die micrometeorieten daar tussenuit te herkennen. Dus in zekere zin is het zoeken naar micrometeorieten op een dak eigenlijk een beetje als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom moet het gevonden materiaal eerst bestudeerd worden. Wat is vuil en wat zijn de waardevolle fossielen uit het universum? Uit dit hoopje zand wat we bijvoorbeeld net hebben verzameld, daar kan ik met geen mogelijkheid met zekerheid zeggen of daar een micrometeoriet in zit of niet. Om er dus zeker van te zijn dat we de schat in handen hebben, verplaatsen we ons van het dak van de universiteit naar het lab. Hier probeert Guido zoveel mogelijk van het hooi te verbranden om die ene speld te kunnen vinden. We zijn hier in het mineraalscheidingslab. Dus dit is waar we de scheidingsstappen gaan doen om de micrometeorieten verder te concentreren in het zand dat we zojuist verzameld hebben. Die micrometeorieten verschillen namelijk op 3 punten van andere stofdeeltjes. De vorm, het gewicht en magnetisme. En wat we hier als eerste gaan doen met de triltafel is de korrels scheiden op basis van hun vorm. De ruimtesteentjes kunnen allerlei vormen hebben wanneer ze de aardatmosfeer binnenkomen. Tijdens een val door de atmosfeer worden ze heel heet en smelten ze samen tot een mooi klein bolletje. En in de natuur is eigenlijk het meeste van aardse stof wat we vinden vrij hoekig van vorm. En wat die tafel doet, is het materiaal wordt hier langzaamaan aangevoerd. De tafel die trilt de korrels als het ware naar de zijkant toe. En de zwaartekracht die trekt ze naar beneden. Dus op die manier komen alle hoekige en platte vormen die worden naar de zijkant gevoerd. En het ronde dat rolt naar beneden toe. En die eerste paar bakjes, dat is dus waar we vooral in geïnteresseerd zijn. Want daar komen dus die ronde micrometeorieten in terecht. Na de triltafel gaan we door naar de centrifuge. Dat is een apparaat dat heel snel rond kan draaien. Net als je wasmachine. Micrometeorieten bestaan voornamelijk uit zware mineralen. En die zijn zwaarder dan de gemiddelde korrels die we op het dak vinden. Van zowel natuurlijke als menselijke oorsprong. Door het verschil in gewicht bewegen de zwaardere micrometeorieten zich naar de buitenkant van de centrifuge. En met dat zwaardere materiaal gaan we vervolgens door naar stap 3. Scheiden op basis van magnetisme. De meeste micrometeorieten die bevatten magnetiet of soms ijzer-nikkel metaal. En dat wordt door een magneet aangetrokken. Met een magneet kunnen we dus de magnetische micrometeorieten van de andere stofdeeltjes scheiden. En blijft er nog een snufje over van het verzamelde dakstof. Zijn dit dan allemaal micrometeorieten? Nee, dat zijn ze helaas niet. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar hier zouden ze wel in moeten zitten. Dus dit is wat we nu onder de microscoop gaan bekijken. En hopelijk gaan we er hier dan eentje in vinden. En dan nu de grote vraag. Hebben we die ene speld te pakken uit de kosmische hooiberg? Kijk, hier hebben we er al eentje. En ik herken hem aan de vorm, omdat hij rond is. En hij is ook donker. En vooral wat kenmerkend is en wat hem onderscheidt van de andere korrels, is dat hij een mooie glans heeft van de verschillende kristallen. En die weerkaatsen het licht op bepaalde momenten. En daaraan kan je herkennen dat het een echte micrometeoriet is. Nou, dus dit is hem. En je ziet eigenlijk gelijk al hoe klein het is. Het is echt een klein zwart stipje. Maar bedenk je gewoon even dat dit dus uit de ruimte komt. Ouder is dan de aarde zelf. En dat we het gewoon dus hier nu vandaag zo op het dak gevonden hebben. Ja, dat is toch prachtig. Oké, het resultaat van één middag ruimtejutten. 1 micrometeoriet. Zo groot als een piepkleine splinter in je vingertop. Dat is de allereerste micrometeoriet van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dus ik ben zeker tevreden dat we de eerste gevonden hebben. Dat is heel mooi. De eerste vallende ster van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een primeur. Om het materiaal nog beter te bekijken legt Guido de micrometeoriet onder de elektronenmicroscoop. Niet alleen wordt dan zichtbaar hoe prachtig dit mini-ruimtefossiel eigenlijk is, een soort kleine volle maan, ook kan hij mogelijk achterhalen waar deze micrometeoriet vandaan komt. Maar goed,
Om zelf een vallende ster te vinden, daar heb je helemaal geen fancy lab voor nodig. Dat kan gewoon in je eigen huis. Het zoeken naar micrometeorieten op een dak, het proces, is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld. Het enige wat je nodig hebt is een sterke magneet, misschien wat keukenzeven, een microscoop en wat andere basismaterialen die je wel in huis hebt. Je kunt eigenlijk gewoon al op je eigen dak beginnen of je dak groot. Uiteraard is het belangrijk dat je het wel veilig verzamelt, het materiaal. En dat kun je dan daarna gaan wassen. En als het schoon is en droog, dan kan je de magneten doorheen halen. En dat magnetische materiaal, dat kan je dan gaan doorzoeken om de micrometeorieten te vinden. En als je hier nou echt serieus mee aan de slag wilt, dan kan ik vooral het boek On the Trail of Stardust aanraden. Daarin staat heel duidelijk uitgelegd hoe je micrometeorieten kan herkennen, maar ook alle andere troepen en vervuiling van zowel aardse als menselijke oorsprong die je in dat proces tegenkomt. Bedankt Guido dat we vandaag mee op zoektocht mochten naar vallende sterren en fossielen uit het universum. En nu weet jij wat je volgend weekend op je dak kan doen. Tot de volgende! Hoi, ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter hoe de wereld in elkaar steekt. En wij willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten. En jij kan ons daarbij helpen door onze video's te kijken en je te abonneren op ons kanaal.